perfecte ochtend begint voor mij met een vers kopje koffie en een verrassend ontbijt. Ik wil mijn ochtendritueel graag met jullie delen en zorg er met plezier voor dat jullie heerlijk ontbijten. Goed geslapen? Ja. Ik ga jullie alvast wakker maken met de Fortissimo Lungo van Nespresso. Een sterk gebrande Arabica koffie. Ik ga hem gewoon zwart zetten, zodat de graantoetsen er het beste uitkomen. Dankjewel. Zo, alsjeblieft. De laatste Grand Cru. De Fortissimo Lungo is een blend van twee verschillende Arabica's. De Malabar Arabica-boon die werd blootgesteld aan de moeseumlucht. En dan hebben we nog een Arabica-boon uit Latijns-Amerika. De bonen werden apart gebrand en het resultaat is de Fortissimo Lungo. Geniet ervan. Het is echt lekker. Mm-hmm. Ruikt het ook sterk gebrand? Ja, ja. Dat is die smaak ervan, die nasmaak. Ja. Ik heb al drie gedronken, dus. Wel, zo'n 65% van de Belgen begint de dag met een koffietje. Anders begint het niet goed. Onze topchef Roger Van Damme gaat er nog een bijpassend ontbijtje bij maken. Nu alvast aan de koffie. Dank je wel. Vandaag ga ik mijn gasten proberen te verwennen met iets superspeciaals. Ik moet ze verwennen met een ontbijtje. En ja, voor een ontbijt ga ik meestal uit van brood. Ik ga erbij van hazelnootpasta doen en daar ga ik een sushirol van maken. Voor onze sushirol nemen we een traditioneel toastbrood of een casinobrood. Nou, zo'n brood dat is eigenlijk niet een gewoon brood. Het is een blik en op dat blik is een deksel gedaan en dan in de oven gedaan. Waardoor dat je eigenlijk een structuur krijgt die heel mooi vast is. Ik zit tegenwoordig heel vaak in Azië. En als je daar in Azië bent, dan doe je natuurlijk tal van ideetjes op. En vandaar mijn sushi. Het brood wat eigenlijk de rijst moet voorstellen. Dan het norivelletje waar we die zwarte gelei van maken. Ja, en dan nog die chocoladepasta erbij. Wat dan eigenlijk de traditionele boterham met chocoladepasta zou moeten zijn. En het is heel simpel, het is heel makkelijk te maken. Ik ga een stuk plastic folie nemen. Twee velletjes. En dan gaan we er ook nog eens bovenop doen. Voilà. Nu ga ik er met de rolstok opduwen. En je ziet gelijk, omdat die structuur zo fijn is, dat dat brood dun blijft. Kijk, en je ziet toch wel dat er een redelijk verschil is in dikte. En als het dan fijner is, dan is het net ietsje mooier. De volgende stap is onze hazelnootpasta. Zorg ervoor dat die goed op temperatuur is. Zijn ze meestal mooi smeerbaar. En schijnbaar is dit een van de meest populaire ontbijtjes 's morgens. Een boterham met hazelnootpasta. Je ziet dat brood is echt mooi soepel. Ik ga ons plastic nemen. Ik ga hem in twee verdelen. Ik heb hier een matje, sushi matje. En zo maken ze ze eigenlijk in Japan ook, hè. Je hebt de rijst, de vis ertussen. Dan gaan we hem hier een duwtje geven. Voilà. Mooi oprollen. En nu gaan we hem aanspannen. En hoe mooier je hem aanspant, hoe mooier en strakker die rol zal zijn. En dan gaan we die zo meteen allemaal in de diepvries doen. Ik ga er nog eentje oprollen. Dit gaan we nu in de diepvries doen. Dus na een uurtje zijn onze rolletjes hard. Ik begin nu aan onze gelei. Nou, die gelei die ga ik maken op basis van koffie. Fortissimo Lungo. We gaan een foodpairing gaan we maken op die twee. En die foodpairing zul je hebben die hazelnootpasta, dat brood en dan die koffie. Alles samen zal een hele mooie sensatie zijn als de mensen een strek gaan opeten. Koffie neem ik 500 gram. Nou, hier gaan we gelatine bij doen. We hebben een tiental blaadjes. En gelatine kun je best zo de avond van tevoren al weken. Doen we erbij in stukjes en we laten ze gewoon insmelten. En dan eventjes roeren. Als je gelatine gaat koken, dan breek je hem eigenlijk af. Dus gelatine nooit echt laten koken. En dan gaan we ze op onze plateautjes doen. Een klein beetje olie gaan we er zo op nog smeren. Kunnen ze niet blijven plakken. Heel, heel flinterdun laagje erover. En zo'n norivelletje is eigenlijk redelijk zwart van kleur. En om die zwarte kleur daar eigenlijk in te krijgen in die koffie, koffie is een beetje bruin, heb ik de gewone, simpele inktviskleur. Gaan we erbij doen. In principe gaat het niks aan de smaak veranderen. Het is gewoon een klein beetje zwarte kleurstof. We gaan het uitstorten op een roestvrij stalen plaatje. Zodat het strak niet kan plakken. Niet te dik.
En dit gaan we laten opstijven. Binnen een klein kwartiertje is het meestal hard. En ondertussen hoop ik dat onze gasten al heel veel honger hebben, want ik ga beginnen met afwerken. En de koffie is bijna leeg. Ja, dat kunnen jullie koffie. Dat vind ik eigenlijk voor ons wel. Onze sushi gaan we voorzien van twee verschillende laagjes. We gaan een laagje nemen met zo'n nori-velletje, wat we natuurlijk nagemaakt hebben. En wat je ook vaak ziet, is dat die rijst omringd is door sesamzaadjes. En sesamzaadjes, als je die een klein beetje gaat roosteren, geven die nog een lekkerder smaak. En ruik je dan ook gelijk, hè? Wel blijven bijstaan en goed blijven schudden. En nu ruik je het al, hè? Gewoon een lichte kleur erop doen, is eigenlijk al voldoende. En oppassen dat je ze niet te snel kleurt, want als ze bruin zijn, worden ze bitter. Laat ze niet in de pan staan, maar doe ze gelijk in een kom. Onze rolletjes gaan we nu nog rollen in de sesamzaadjes en ook in onze norrievelletjes. Kijk, deze komen uit de diepvries. Zijn ze mooi hard, zijn ze perfect handelbaar. Ik ga er onze gelei bij nemen. Het is altijd wel een spannend moment. Je kunt een heel klein beetje mascarpone, gewoon pure mascarpone of slagroom of wat je maar in huis ook hebt. Ik gebruik het een klein beetje als lijm. Voilà, dus niet te veel. Net voldoende om die gelei te laten plakken. Maar benieuwd wat onze gasten er gaan van vinden. Leggen het velletje leggen we erin. Even testen. Voilà, en je ziet, de gelei is perfect hard, mooi soepel. En ik ga het proeven. Wat wel verrassend en leuk is, die koffie, ja, die proef je natuurlijk. En dan strek je in combinatie met die hazelnoot en dat brood. Dat zal perfect zijn. Voilà. Voilà. Nou, voor mijn gevoel hebben we nu echt de echte sushirol zoals die in de winkel ligt. Volgende gaan we voorzien van een jasje van sesamzaadjes. Ook hier weer een klein beetje mascarpone. Zeker zien dat het niet te dik is, hè. Een mooi dun laagje is voldoende. We nemen onze geroosterde sesamzaadjes erbij. En dan gaan we hem gewoon inrollen. Voilà. Als je nu dit nog een klein beetje gaat bijrollen, dan zul je zien dat die sesamzaadjes er mooi in gaan vastzitten. En als je ze dan mooi opgerold hebt van binnen, dan zie je perfect de sushi. Die structuur die is heel belangrijk. We gaan een assortiment maken. Ik ga er ook nog wat krummel bij doen. En die krummel die heb ik gemaakt gewoon van koekjes die je gewoon kant en klaar kunt kopen. En dan gewoon eventjes in de blender fijn malen. Een beetje crunch erbij. En die crunch doen we een klein beetje van die shisho blaadjes, hè? Normaal. Nou, dit is nou Acinacres. Dat is eigenlijk een andere kruid. Hallo. Hallo, kom eens meekijken. Leuk, hè? Wauw, het ziet er heel mooi uit. Nou, wat ik heb geprobeerd is om een beetje Japanse stijl ontbijt te brengen. Dus de pistache is dan eigenlijk een beetje de wasabi. Ja. Voilà. En een norivelletje heb ik gemaakt van jouw lekkere Fortitio Lungo. Dat is van koffie gemaakt. Ja, koffie. Heel origineel. We zijn klaar om het te serveren. Ja, inderdaad. Ja? Zo, we zijn er met een fantastisch ontbijt. Nou, we hebben een beetje een Japans ontbijt hebben we gemaakt. Mm-hmm. Maar toch op een hele simpele manier. Eigenlijk is het gewoon een boterham met chocopasta. Ik dacht dat jullie dat wel lekker zouden vinden. Ja, dat is morgens altijd. Boterham met choco. Ik zie dat jullie er al een lekkere kop koffie bij hebben staan. Nou, de koffie die zit ook verwerkt in de gelei. Inderdaad, het is een perfecte match. De grootste accent in de koffie vind je terug in de geroosterde zaadjes aan de broodsushi. En dan de hazelnootpasta heeft dan weer meer bittere accenten, net zoals in de koffie ook terug te vinden is. En smakelijk. Dank je wel. Dank je. Mooie maat. Heel lekker. Schitterend boterham met choco. Elke morgen met een boterham met choco. Ja, iedereen, denk ik. Ik vind dat juist lekker met die zachtheid van die gelatine daar rond. Zo het verschil met de crunch en dan hier dat zacht. Ja, fijne sensatie. Lekker. Ja. Ah nee, want dat is op samen. Nee.